Vijfvoudig wereldkampioen. Olympisch brons, Olympisch zilver en nu nog steeds top van de wereld. En natuurlijk kanshebster op goud. Jouw motto, Wim, en daar heb je ook naar geleefd, is geven is leven. Haar motto, winnen wendt nooit. En daar is ze dan, Lotke Berghout. Nou Lotke, ga lekker zitten. Fijn dat je er bent. Nou, Wim, Sander, kijkers thuis, de zeilkoningin zit op haar troon. We gaan beginnen. Ja, voor jullie op afstand, maar voor mij heel dichtbij. Dichter dan 1,5 meter, want we zijn allebei getest, negatief gelukkig. Lotke Berghout, wat een eer dat je er bent. Hoe gaat het met je? Hartstikke goed. Ja, ik ben net terug van het WK. Een mooi meetmoment voor de Olympische Spelen en misschien wel de laatste. En daar zijn we tweede geworden, dus we zijn helemaal running up to the games. Jij gaat natuurlijk voor goud. Wat is daarvoor nodig? Het allermooiste wat dit jaar ontstaan is, is dat de bond die heeft weer een nieuwe partner gevonden in Allianz. Die zowel de topsport, maar ook de breedte sport weer ondersteunt voor heel veel meer jaren. En ja, dat is heel waardevol, want daardoor kunnen wij onze dromen nastreven. Maar kan ook de jeugd hun dromen en hun doelen zien. Ja, werkelijkheid worden. Jullie als voortrekkers in de top, eigenlijk voor de hele breedte. Nou, fantastisch natuurlijk, hè? En kiss of life, om het maar zo te zeggen. Maar je hebt ook een boek meegenomen. Je bent niet alleen wereldkampioen en Olympisch medaillewinnares, je bent gewoon covergirl. Ja, ik ben heel trots en het is nog bijzonderder omdat Bibian op de voorkant prijkt. En dat is best een emotioneel besef. Ja. Maar ook een heel mooi besef. En de man die er ook op staat, waar jullie ook mee raakvlak hebben, ook zo'n positief mens, is natuurlijk Wim de Bundel. Hey, hoe is jullie relatie? Hoe zit dat? Wim de Bundel, Lotke Berghout? Ja, Wim vroeg mij, heb jij niet 5 tips om 5 keer kampioen te worden? En wij hebben samen het klantmodel ontwikkeld. Ja. En we hebben binnen het bedrijf mensen bewust gemaakt van wat er belangrijk is om succesvol te zijn. En de K staat daarin voor kennis delen en innovatie. Mm-hmm. De L staat voor luisteren. De A staat voor afspraken maken. De N staat voor navigeren en richting een doel werken. Ja. En de T uiteraard ook in bedrijven staat voor teamwork. Lotke, wat vind je van het boek? Ja, het is een heel mooi boek geworden. Allereerst is het heel levendig. Naast platte tekst zitten er heel mooie foto's in. Ja. Van heel veel mooie belevenissen en gebeurtenissen die leerzaam zijn, inspirerend zijn. Een voorbeeld is de huldigingen op de Olympische Spelen. Het winnen van een aantal prijzen wat Wim heeft gedaan en wat daar allemaal is bij komen kijken. Ja. En heel veel inspirerende mensen en projecten. Hij heeft ook van die QR-codes toch in het boek geplaatst, toch? Ja, klopt. QR-codes naar muziekstukken, huldigingen, lezingen. Ja, en ik denk voor iedereen staat er iets in wat heel waardevol kan zijn. Als mens, maar ook als bedrijf of als topsporter. Nou, ben jij nou net zo enthousiast zoals wij over het boek Geven is Leven? En wil je echt al die verhalen voelen, beleven? Bestel dan jouw exemplaar op gevenisleven.nl. €5 gaat direct naar de Mentality Foundation. Hoe mooi is dat? Jongens, hartelijk bedankt. Een lieve groet vanuit Hoorn. Heel veel plezier bij deze live show.